ik heb exact ook dat gevoel dat we ons te vaak verliezen, of de media zich vooral te vaak verliest in dingen waar de kijker eigenlijk niet mee bezig is. Over één spelsfase, over één scheidsrechterlijke fout, of één bal over de lijn of niet. Terwijl dat is voor mij minder de geest van het spelletje en minder de reden waarom al die mensen daar zitten en daar naar kijken. Dus ik begrijp dat soms niet goed. Dat vind ik de sport- en voetbalprogramma's in Vlaanderen niet zijn afgestemd op het doelpubliek per se. Perfect. Dag Evert. Dag Davy. Ik heb nu al allemaal mensen over de vloer gehad met wie dat ik eigenlijk buiten coronatijden toch al wel eens op café zou gaan. En ik dacht, ik moet eens iemand uitnodigen met wie dat ik dat eigenlijk niet zo snel zou doen. Alleen maar omdat ik die mens niet echt zo supergoed ken. Ja, en dan kwam ik eigenlijk bij u uit, Evert. Dus welkom. Merci. We hebben wel al samen op café gezeten, maar niet in één bubbel. Dat was nog voordat de bubbels bestonden, Evert. Dat is waar. Het was ook echt ook zonder bubbels. maar daar komen we misschien zelfs toe. Maar Evert, de eerste vraag die ik altijd stel is altijd dezelfde. Maar wie is Evert Winkelmans als hij zijn cv niet zou mogen opsommen? Oei, dus, dat is al geen gemakkelijke vraag. Hè, want ik denk altijd van mezelf dat ik redelijk veel probeer te doen. Maar als dat de basis is, ik probeer gewoon heel veel toffe dingen te doen rond sport, qua werk dan, en privé, ben ik eigenlijk een conservatieve mechelaar. Oeh, goeie binnenkomer. Ja, het is zo. Maar wat houdt die conservatieve mechelaar dan in? Ik ben eigenlijk altijd heel blij geweest met waar ik gewoond heb en waar ik ben opgegroeid. En ik ben heel honkvast, dus ik ben ook van plan om daar te blijven en ik ga niet te snel daarin heel veel risico nemen. Dus jij zei het om te zeggen van hier? Ja, ik ben van Mechelen geboren en getogen en ik ben nu naar huizen aan het kijken om te kopen weer in Mechelen. Dus. Jij huurt nu iets waarschijnlijk dan? Nee, ik heb een appartement nu. Ah ja, oké. Maar wij willen een huis. Oh, ja, nice. Ja, dat herinner ik mij nog van een aantal jaar geleden. Spannende zoektocht. Ja, in Mechelen vooral, omdat Mechelen is zo wat Leuven aan het inhalen qua hipsterigheid en qua dure woningprijzen. Dus alles wat je vindt is te duur voor wat het is of te ver weg van het centrum. Ah ja, je wilt dan nog eens dicht bij het centrum zitten ook nog. Graag. We wonen hier aan de KV. En ik ben daar over tijd op rondleiding gemogen, want ik heb zo een duurder abonnement gekocht. Want ja, wat moet dat anders doen? En dan mocht je als supporter van KV Mechelen een keer eens door het stadion lopen op plekken waar dat ik alleszins als gewone mens normaal gezien niet mag komen. En dan kwam ik ineens langs jullie kantoortje. Klopt. Hoe zijt je daar beland? Wel... Toen wij hebben al op verschillende plaatsen gezeten met mijn productiehuis, De Klad Binnen, zijn we eigenlijk begonnen als start-up bij de Thomas More Hogeschool. En dan, daarna zijn we verhuisd naar een, hoe heet dat nu weer, dat centrum dat de stad Mechelen ondersteunt voor jonge ondernemers? Het O, het ondernemershuis. En daar konden we dan tijdelijk huren aan Savat-prijzen. Maar na 3 of 4 jaar moet je daar weg en dan moest je op zoek naar iets nieuws. En net op dat moment was KV Mechelen eigenlijk zijn stadion aan het renoveren. En ik kende mensen op KV Mechelen nogal redelijk goed. Dus wij zijn in gesprek geraakt en die zeiden, ja kijk, wij gaan skyboxen maken die je ook overdag kunt gebruiken als kantoor. En dan zijn we daar in gesprek gegaan en dan hebben wij getekend voor 3 jaar al. Dus jullie zitten daar ook effectief gewoon door de werkdag? Ja, ik zit daar eigenlijk heel de week, permanent. Als je daar aanklopt, dan... Kunt je een koffie komen drinken met zicht op het veld? Nou, dat is wel goed om weten, want ik werk hier nu van thuis. Hè, dus, Dat is vlakbij eigenlijk. Ja, voilà. Heb je al 4 mensen in je bubbel, Evert? De conservatieve ik heeft niet veel mensen in zijn bubbel. Buiten de werkmensen, maar... Nee, maar dat is wel een toffe plaats om te zitten. Een voetbalstadion. En zitten daar veel mensen zo qua bedrijf door de dag? Of voelen jullie zich daar toch een beetje eerder op jullie privé? Ja, ik denk bij KV Mechelen gaan ze misschien niet blij zijn dat ik dat zeg. Maar het was wel de bedoeling dat ze van dat stadion een soort van hub gingen maken.
hè, zoals dat tegenwoordig in is, dat een stadion niet alleen voor voetbal is, dat door de week ook leeft. Hè. Er was een restaurant, er is een fitness en dus ook bedrijven. Maar de laatste, dat valt wel zwaar tegen, moet ik zeggen. Wij zijn daar, dan de medewerkers van KV Mechelen zijn daar, en dan nog één klein nieuwe start-up die daar sinds kort ook zit, maar al de rest is eigenlijk door de week helemaal leeg. En wat praten we toch over? Ja, ik denk een 30-40-tal skyboxen. Hè? Dus als daar maar 1 of 2 van benut zijn, is dat niet veel. Toen de verbouwingen hier op tafel lagen, ze hebben dat met de buurt ook een keer eens samengezeten. Toen was er ook sprake dat Telenet daar voor een stuk doorheen de dag vergaderplaatsen of werkplekken zou gaan bezetten. Is daar eigenlijk? Telenet, dat is eigenlijk een totaal ander verhaal. Die hebben gewoon hun eigen mega ruimte geclaimd in de tribune achter de goal. Dus die tel ik niet mee in de nieuwe bedrijfsvoering. Maar Telenet, ja, die hebben... Ah ja, oké. Okay. Maar zij huren daar ook een stuk van. Die hebben een lange termijn deal. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Hebben zij die tribune deels mee gefinancierd of huren zij? Dat weet ik niet goed. Maar daar zitten heel veel mensen, vooral Indiërs. En op de deur van jullie kantoortje staat Deklat Binnen. Ja. Wat doen jullie eigenlijk? Deklat Binnen is onze naam. En iedereen die van voetbal houdt, weet dan direct, oké, dat zijn mannen die iets met voetbal hebben. En dat klopt. We zijn ooit begonnen met 1 documentaire over KV Mechelen. En dat ging over het Europa Cupjaar van 1988. We hebben dat vooral proberen te reconstrueren aan de hand van supporters. Dat je dan nog tot in de finale geraakt en dan nog wint. Dus niemand heeft dat op voorhand kunnen voorspellen. Hè. Ik heb rood en geel bloed. Ik ben zo geboren en ik zal zo sterven. Hoor. Je leeft in een roes, je gaf van die ene overwinning naar de ander. Als ik 70, 80 jaar ben, zit ik nog op tribune op KV Mechelen. En dat is eigenlijk een beetje onze doorbraak, als ik het zo mag zeggen, in de media geweest. We hebben die documentaire proberen te gaan slijten op de markt en we zijn zo bij Canvas terechtgekomen. We hebben die aan Canvas verkocht, maar echt als individuele, niet als bedrijf. Dat was gewoon een soort plezierprojectje van ons, want wij werkten toen nog allemaal in allerlei verschillende functies. Dus dat was eigenlijk meer on the side als hobby. En toen zeiden ze bij Canvas, ja, dat is wel goed, dat is niet slecht. Kunnen jullie niet verder nadenken over zo'n dingen? En dan zijn we aan een volgende documentaire begonnen, De Pleintjes, over het straatvoetbal in Antwerpen. En daar hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Dat we ook internationaal wat prijzen hebben gewonnen. En bij de VRT hebben we toen ook een prijs gewonnen, de diversiteitsprijs, omdat we het woord lieten aan de multiculturele samenleving. En toen zei ze bij WRT, ja, als je zo'n, in hun ogen, mooi document kunt maken, kun je dan ook niet wat formats bedenken. En zo zijn we daar eigenlijk onze fulltime job van gaan maken. Ja, jullie maken de kleedkamer, hè? Dat is eigenlijk veruit ons belangrijkste en bekendste programma op dit moment. Dat hebben wij eigenlijk 5 jaar lang, heeft ons de kans gegeven om als productiehuis te groeien. Dus dat houdt ook uitdagingen vast voor de toekomst natuurlijk, want ja, dat is niet oneindig, zo'n reeks. En op het einde van zo'n aflevering van De Kleedkamer, daar meen ik dat bij uw naam staat daar producer. Ja, klopt. De laatste jaren toch. wat is dat eigenlijk? Ja, maar nu gaat jij mij hier dingen uitlokken om te zeggen. Nee, je mocht jij zeggen wat jij wilt, maar ja, een producer, ja, ik weet kiek veel wat dat is. De producer is eigenlijk de man die de controle moet houden over zowel de inhoudelijke kant als de financiële kant, die twee zaken met elkaar moet vermengen. Dus die moet eigenlijk controle houden op beide zijden. Die moet zien dat inhoudelijk alles goed verloopt, dat iedereen gelukkig is op set, dat de juiste dingen worden gedraaid, dat de juiste scenario's worden uitgewerkt. Dus jij gaat dan ook echt mee naar pakweg de renbaan van Oostende? Als daar nood aan is, zeker, maar wij hebben geluk dat ik mijn mensen nu al heel hard kan vertrouwen, omdat we al 4 of 5 jaar bezig zijn, die kunnen dat nu wel al zelf, maar als er problemen zijn, dan moeten die mij bellen, ja. Ah ja, oké. Okay. Interessant. En dan, ja, het financiële is eigenlijk vooral het belangrijkste, want ja, financiering en media is niet gemakkelijk, dus goed budgetten beheren en de juiste contacten onderhouden met de VRT vooral, in ons geval, is wel heel, heel belangrijk. Want anders gaan we op lange termijn gewoon over de kop, natuurlijk. Als jij zo je standaard werkweek, voor zover dat die zal bestaan, bekijkt, hoe vaak zit jij dan op wat een normale mens de bureau zou noemen? Ik probeer dat wel meer en meer te doen. Vroeger was dat eigenlijk heel weinig. Vroeger was dat misschien 2/5 of zo, pak 2 dagen per week.
En nu probeer ik dat eigenlijk wel zeker 4 dagen van de 5 van te maken. En dan vroeger waard je meer op set bijvoorbeeld? Ja, en probeerde ik heel veel te netwerken. Dat is wel echt belangrijk in de mediawereld, is netwerken. En als je onbekend bent, moet je daar heel hard aan werken. Dus ik heb wel in de eerste 2 jaar proberen heel veel mensen te zien en te spreken en te doen. En dan zet je veel weg. Als je het afgelopen jaar bekijkt met Deklat Binnen, wat is dan het leukste dat je gedaan hebt? Toch wel de vierde reeks van de kleedkamer, die nog over de koers ging, over de klassiekers van de koers. Was wel goed op de Koppenberg en zo. Ah, wel, voilà. En dat is iets, ja, wielrennen, dat is Vlaanderen. En als je daar content over kunt maken, dan voel je ook dat dat heel hard leeft. Dus de kijkcijfers zijn dan goed, mensen zijn enthousiast, er wordt wel best veel op sociale media op gecomment en zo. En dat hebben wij als productiehuis, dat niet zoveel productie heeft, niet zo vaak. Dus we moeten dat koesteren, dat er eens een programma is waar best veel over gesproken wordt. En dan ook nog eens door allemaal liefhebbers van hetzelfde als waar jij heel grote fan van bent. Dus dat is wel leuk. Het is wel een kennerspubliek dat naar onze programma's kijkt. Ik moet toegeven, wij hebben vorig jaar in onze zomervakantie voor een stuk onze richting laten bepalen door dat seizoen van de kleedkamer. Want daar zat een tussenstuk in. En dan was er iemand die in het Zwarte Woud aan mountainbiking deed. Daar was zo een pad doorheen het bos, een baumwimpelpad. En ja, ik vond dat eigenlijk nog wel cool. Dus we hadden dat dan gegoogeld. En dan bleek dat eigenlijk zo, muts een omweg van pakweg een uur of twee, wel op de richting te liggen naar Zwitserland, waar we op reis gingen gaan. En dan zijn we daar naartoe gegaan. Dat was heel, heel tof. Ja, dat was Stefan Wezeman, hè? Winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Die woont in het Zwarte Woud. En inderdaad, daar is een heel rare constructie in dat bos gezet. Ja, maar dat is echt ferm, want sinds dat die opname dan geweest was, is dat ook nog uitgebouwd. Daar is nu zo'n mega speeltuin voor kinderen aan. Uiteraard een speeltuin voor kinderen. We hebben alle twee een voorliefde voor Mechelen en voor KV Mechelen. Vandaar ook dat ik u wel ben blijven volgen. Want we zijn elkaar ooit op een avond tegengekomen. Daar verwees je ook al naar een café. Is dat ook de plek waar wij elkaar van kennen? Allee, kennen is veel gezegd. We weten wie wij zijn. Ik denk vooral dat het van het befaamde café De Gouden Vis is, op de vismarkt in Mechelen. Denk het dat het daar was. Ik ben niet 100% zeker. Jawel, jawel. Jij hebt een vriendengroep uit Mechelse dat daar vaak zit. En ja, bij ons is dat eigenlijk ook al lange tijd stamcafé geweest. Dus dan ja, hebben we daar veel, wel een paar keer, hè. Een paar keer liggen discussiëren over van alles en nog wat. Ja, een paar keer. Ik denk in 2012 of zo, in 2014. In mijn beleving waren dat de tijden waarin ik op campagne meeging. En volgens mij moet dat in 2012 geweest zijn. Maar het kan ook 2014 geweest zijn. En toen ging het over jullie documentaire van KV Mechelen. En volgens mij waren jullie daar toen mee bezig. Of waren jullie bezig om die op tv te krijgen. Ik weet het nu niet meer helemaal van buiten. Maar dat waren momenten waarop wij dan met een groepje mensen campagne gingen voeren hier in Mechelen. Ja, en dan was het altijd wel 1 of 2 mensen die een café uitkozen in de buurt. Ja, en dan ging iedereen nog bij wijze van afsluiter samen iets drinken, gewoon om de sfeer erin te houden. Maar zo kwamen wij al wel eens in de Gouden Vis en daar ben ik u ook tegengekomen. En dan, daarna is het dan het verhaal van die documentaire en dan ook zo de rest van wat je doet bij mij binnengekomen. Hè. Want jullie doen nu, allez, of jij, of ik weet eigenlijk niet hoe dat het in elkaar zit, maar jullie zijn een paar jaar geleden begonnen ook met een podcast over voetbal, Mid-Mid. Yes, dat klopt. Hoe ben je daar dan weer bijgekomen? Dat is eigenlijk gegroeid van, ik werk ook nog altijd als freelancer voor Sporza. Daar zo ben ik eigenlijk in de sportwereld terechtgekomen. Sinds 2012, de Spelen in Londen, ben ik bij Sporza beginnen werken als freelancer. En dan ben ik eigenlijk een soort van vaste freelancer geworden bij Extra Time. Bij het programma op maandagavond. En daar werken we met een paar freelancers die niet op tv komen, maar die wel heel veel met voetbal bezig zijn.
En op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, laat ons dan ook gewoon eens één keer per week een uur lullen over voetbal. Met die gasten die niemand kent. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dat is ideaal, hè? Zo'n podcast voor mensen die niet op tv kunnen komen. Ja, als je te lelijk bent of wat dan ook, dan moet je aan een podcast beginnen. En dat zijn wij dus. Nee, het is vooral ook... De podcast is heel instapklaar om wat dingen te testen en om je te amuseren. Dat is allemaal niet te zwaarwichtig. Je moet daar niet te veel over nadenken. Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel ongedwongen. En dan krijg je soms wel echt toffe discussies en toffe meningen. En dat wordt dan niet opgepikt of zo. En dat vind ik dan wel spijtig, want... Ja... Ik vind soms echt wel dat we andere dingen kunnen brengen dan dat je op Extra Time ziet, of bij VTM, of god weet waar, of bij Play Sports. Maar ja, we hebben geen bereik, hè, dus daar luistert niemand naar, of daar kijkt niemand naar. Maar... Ja, ik denk dat je dat niet mocht onderschatten, dat bepaalde dingen zitten ook wel gewoon in een niche. En ik wil nu niet zeggen dat bijvoorbeeld in een stadion naar voetbal gaan kijken, dat een niche is in de zin dat een kleine groep is. Maar dat is wel binnen, denk ik, de sportjournalistiek, als het dan over voetbal gaat, is dat toch niet de grote doelpubliek per se. Veel mensen kijken op tv naar voetbal, volgen hun lokale ploeg eventueel ook wel via de krant of zo, of via teletext, zoals dat vroeger ging. Maar wat jullie met Mid-Mid deden, vond ik persoonlijk dan wel... dat vatte goed een beetje de geest van wat is dat eigenlijk zo... Graag naar het voetbal gaan. En dat is ook veel meer dan ene mooie pas van een middenvelder naar een aanvaller en daar dan 5 keer analyseren. Dat gaat ook over het gevoel dat je daarbij krijgt of de spanningsboog in een wedstrijd of over een reeks wedstrijden heen en niet per se over de malaise bij Anderlecht. Ah, wel, ik ben heel blij dat je dat zegt, want ik heb exact ook dat gevoel dat we ons... te vaak verliezen, allee, of de media zich vooral te vaak verliest in dingen waar de kijker eigenlijk niet mee bezig is. Over één spelsfase, over één scheidsrechterlijke fout, of één bal over de lijn of niet. Terwijl dat is voor mij minder de geest van het spelletje en minder de reden waarom al die mensen daar zitten en daar naar kijken. Dus ik begrijp dat soms niet goed. Dat vind ik de sport- en voetbalprogramma's in Vlaanderen niet zijn afgestemd op het doelpubliek per se. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld voor het programma waar je dan voor een stuk een hand in hebt, maar bij Extra Time bijvoorbeeld, ik denk dat er weinig mensen naar Extra Time kijken die niet echt heel hard een investering in zich dragen in het voetbal. En je moet toch al een klik hebben met voetbal om dat een uur te kunnen volhouden. En ja, ik vind dat het daar dan veel te vaak gaat, bijvoorbeeld over wat heeft nu een grote ploeg weer gedaan of wat heeft een grote ploeg daar gedaan. En ik weet niet, de eerste aflevering met Jeroen, die altijd naast mij staat op de KV, en wij staan dan soms tegenover u als je stadionomroeper bent, want wij staan op de middellijn in de I. En daar ging het er ook over, dat zo die liefde voor het spelletje, maar ook gewoon voor het sociale gegeven, want... Heel eerlijk, ik ken niks van voetbal en ik wil er ook niet veel van leren kennen. Ik vind dat gewoon gezellig om mee te gaan. Dat zit er heel weinig in. En kent je A View from the Terrace van BBC Scotland? Potverdikke, eindelijk heb ik hier nog eens iemand gevonden in Vlaanderen dat kent. Ah wel, maar dat zijn van die dingen zo... Allee, tussen ons gezegd, wij kennen hem dan alle twee, maar zo Jeanke van de KV, de man die de Pelouse verzorgt... Ja, die zou altijd aan bod komen in A View from the Terrace. Altijd. Bij ons niet. Zo'n mensen, die hebben een liefde voor hun club of de stewards of zo. Ik kan daar met mijn kop niet bij dat het dan bijvoorbeeld gaat over opstootjes op een voetbalploeg bijvoorbeeld. Bij Lokeren is dan die politie tussengekomen. Maar dat het dan zo niet eens kan gaan over we volgen 3 stewards bij 3 middenmotors en wat betekent dat voor die mensen? En je volgt die van thuis uit en die voorbereiding en of de harmonie of bij andere ploegen fanfares. Zo'n dingen vind ik dat veel meer erbij moeten komen. Zo, wat is dat eigenlijk? Of zo de waarde van uw sjaal om naar de voetbal te gaan. Het zijn zo echt van die... Ja, van die... Als je een brainstorm doet met 10 mensen, wat betekent voetbal voor u? Dan is dat niet de zoveelste splijtende pas van Hanny. Dan is dat... Zo dat eerste pintje of in de rij gaan staan voor slechte frieten, zo dat. Ja, maar dat is waar, want discussies over offside, die lopen op Play Sports en bij Extra Time heel hard uit.
En dan inderdaad, als je het aan mensen in de tribunes gaat vragen, waar zijn ze mee bezig, dan gaat het wel vaak over andere dingen, dus daar volg ik u volledig in. En ik denk ook dat dat soms wat onderschatting is van het kijkerspubliek. Ik weet het niet goed. Dat ze niet goed weten hoe dat ze dat moeten aanpakken. Omdat ze zitten vast in dat stramien, ze doen dat al jaren en dat loopt redelijk goed. Dus die kijkcijfers zijn oké. PlaySports, dat marcheert wel oké. Dus je blijft gewoon doen wat je al jaren doet. En ik denk dat het heel moeilijk is om dat te veranderen. Ja, dat zal voor een stuk vastgereden zijn in baden die werken. Hè. Ja, en iedereen heeft zijn eigen gelijk. Want ik heb daar binnen Extra Time op de redactie ook al heel veel over gediscussieerd. Het is niet zo dat we dat niet mogen zeggen. Ik zeg dat vaak van, kunnen we dat onderwerp eens niet belichten of dat onderwerp? En uiteindelijk moet er één iemand een beslissing nemen. En dan gaat het toch heel vaak over de actua en over ja, heel specifieke sportieve situaties. En minder over het gevoel, over de passie, over het hart. Dus ja, dat is een keuze en ik moet me daar soms bij neerleggen. Ik vind, maar ik snap ook dat dat ook geld kost en tijd kost en dat dat niet altijd haalbaar is, want zo'n programma's hebben natuurlijk ook hun eigen budgetten. Maar wat Sammy Nering doet bij Vive le Vélo, dat zou ik graag ook rond voetbal zien. En dat moet van mij dan niet elke week zijn, maar zo een, ja, gewoon zo een human interest stukje zo. Ja, dus hij heeft dat een tijdje gedaan en er waren toen nog fragmenten. Hè. Er zijn Chris van den Abele geweest met de Swakiri bijvoorbeeld. Er is nog van alles geweest. Uiteindelijk is dat allemaal geschrapt geweest om... Ja, ze vonden dat trekt u weg uit de studio. Dat trekt u weg uit de vibe van dat groepsgesprek. Ja, op het einde dan, hè, gelijk bij Vive le Vélo bijvoorbeeld. Maar ja, nu heb je dan die eindbeelden met dan de grappige filmpjes van op het internet. Je hebt nu nog de Cake op de Week van Filip en dan de eindbeelden. Dat zijn eigenlijk nog de twee formatelementen die u een beetje wegtrekken uit het groepsgesprek. Dat is niet veel nu meer, ik besef dat, maar... Als de praters aan tafel keigoed zijn, dan kan dat. Als dat echt een goed gesprek is, dan maakt mij dat niet uit dat dat 50 minuten gewoon gelul is met elkaar. Als dat goede babbelaars zijn, dan kan dat. Heb jij altijd al iets met voetbal gehad? Ik ben de jongste van 6, dus ik heb ook 3 oudere broers en een vader gehad die allemaal zot waren van voetbal, dus ik had geen keuze. Dus jij bent van kleins af aan al mee naar de KV geweest? Of, Ja, mijn vader is van Lier, hè, dus die is heel groot, of die was heel grote fan van Lierse. Toen dat Lierse de top, een van de upcoming teams was in België, hè, de landstitel gehaald en zo. En mijn broers, die waren allemaal voor KV Mechelen, omdat wij geboren zijn in Mechelen. Mijn vader is verhuisd van Lier naar Mechelen. Dus dat was altijd de spanning tussen die twee van... Hij lachte ons uit met KV Mechelen en wij lachten hem uit als er iets slecht was bij Lierse. Dus dat was dat spel. Dus ja, nee, ik was eigenlijk altijd voor Maliwa. Door mijn broers. Zijn er nog sporten waarmee dat je in aanraking gekomen bent als fan of als deelnemer? Goh ja, veel. Ik volg eigenlijk zo goed als alle sporten, maar echt fan ben ik denk ik alleen van de Maliwa. En NBA volg ik ook heel graag en American Football volg ik ook heel graag. Dus ik ben fan van de Knicks in de NBA, de New York Knicks. Mm-hmm, enige deelneming. Maar ja, dat is ver weg van je bed, dus dat is niet echt zo hardcore fan zijn. Ja, en in Amerikaanse sporten is zo fan zijn sowieso al wel een ander gegeven dan dat het hier is. Hè. En NFL ben ik fan van de Green Bay Packers. Ah ja, oké. Okay, ja, succes-supporter. Nee, daar heb ik nog een verhaaltje over. Ah, oké. Okay. Nee, ik heb ergens een script liggen voor een documentaire over die ploeg. Ik heb dat ooit helemaal uitgeplozen. En die is opgericht door een Belg. Hè. Ja, Lambeau. Dat verhaal intrigeert me. Er is een heel grote commune van Belgen gestrand. En die hebben daar eigenlijk Green Bay en andere dorpjes opgericht. En ook die voetbalploeg opgericht. Dus dat is een soort van enclave van allemaal ex-Belgen. Ja, het coole is ook dat de Green Bay Packers, die hebben ook wel ergens iets van een KV Mechelen gevoel. Hè. De mensen die daar in dat dorpje wonen, die staan daar op een lijst. En dan kun je abonnee worden. En abonnee, dat is daar een beetje zoals in Barcelona. Hè. Daar zijn wachtlijsten en wachtlijsten. En mensen schrijven daar hun kind. Dus vanaf de dag dat je geboren kunt worden... vanaf de dag dat je geboren wordt, kun je daar op de lijst gaan staan om abonnee te worden.
En mensen hebben daar dus echt gewoon de traditie om hun kind te gaan aangeven op het gemeentehuis en naar het stadion te rijden om die op de lijst te zetten. En een tijd geleden was er een late-night talkshow host, ik weet niet meer wie, en die had iemand te gast en die man was 53 jaar en die stond al vanaf zijn geboortedatum op de wachtlijst en had nog altijd geen abonnement. Maar ze hebben die man dan eens een avond gevolgd wanneer het wedstrijd was, want niet alle tickets zijn abonnees. Dus hij had dan wel tickets voor de wedstrijd. Dus hij ging dan tailgaten en dan daarna naar de wedstrijd. En dan op het einde van de wedstrijd werd hem dan bekendgemaakt dat hij bovenaan de wachtlijst stond en dus zijn abonnement kon gaan halen. Ja, en dat is dan met zo'n sad piano onder. Dat doet het bij mij wel altijd. En dan ja, dat kunnen gaan afhalen, maar eigenlijk ook wetende van ik sta er al 53 jaar op en ja, die gaat daar geen 53 jaar waarschijnlijk meer gebruik van kunnen maken. Hoe dat bij Maliwa zo zou zijn, jongen, dat je moet inschrijven op een lijst en dat je niet weet wanneer dat je dat mocht gaan hebben. Jongen. Maar dat is toch iets dat als je dan een kind krijgt, dan zet je die toch onmiddellijk op die lijst. Dat bouwt toch zo'n een jarenlange band tussen familie en die club op. Dat is fantastisch. Hè? En het straffen is, vooral bij Green Bay, het is ook wel vergelijkbaar met Mechelen. Het is natuurlijk een heel kleine stad voor zo'n grote ploeg. En dat maakt het ook charmant. Ja, een stadion is ook wel... vind ik wel een ferm verhaal. Daar zitten echt zo nog zo planken in van ik weet niet hoe oud. Het heeft zo'n soort Antwerp gevoel. Zo. Ja, dat is waar. Dat is ook helemaal uitgebouwd. En eigenlijk is die club veel groter geworden dan dat ze daar ooit hadden verwacht. Want je zou denken dat dat in Chicago of New York of Los Angeles is. Maar dat is dan in Green Bay. En bij Mechelen heb je ook dat gevoel als je daar komt. Die club is eigenlijk veel groter dan dat je verwacht. Ja, dat is iets wat ik altijd wel belangrijk gevonden heb. In verband met, altijd, voor zover ik voetbal al 10, 15 jaar volg. Maar ik vind het wat mij charmeert bij KV is die ingebedheid in de stad. En daar zit ook gewoon een wijk rond. Hè. Wij wonen daar rond, dus als het match is, wij hebben daar last van. En het is dan beter om te gaan zien, want dan ben je deel van de last. En dan heb je geen last. Maar bijvoorbeeld die club wegtrekken uit zo'n wijk naar dan bijvoorbeeld wat ooit een plan geweest is aan de afrit van de autostrade. Zo'n dingen, dat kan er bij mij niet in. Je moet echt die band hebben met een wijk. En ja, dat is ja, extreem zuur. Hè. Als het wedstrijd is en je bent wat later thuis, dan moet je 2 kilometer verder gaan parkeren. Maar dat is ook maar eens om de 2 weken en dan nog maar een paar weken per jaar. Want de helft van het jaar is het al geen voetbal. Ik vind dat echt zoiets dat charmeert mij aan de KV. En dat is iets wat ik dan bijvoorbeeld als ik de Gelamco Arena van Gent zie staan langs de autostrade. Ik vind dat dan wel mooi met al die lichten. Maar dat is toch niet meer hetzelfde, vind ik. En dat kan ik bij Green Bay kan ik dat ook wel ergens appreciëren. Nou, dat is het mooiste wat er is, vind ik. Ik woon dan nog in het centrum. Als ik moet wandelen naar KV en je komt de Merode straat uit en je steekt de Deilen over. Elke stap dat je zet, zwelt zo dat Maliwa-gevoel aan. Ja, dat is wel. En dat kan alleen maar als je in zo'n stad ingebed zit. En inderdaad, ik zou daar ook van gruwelen als een club als KV bijvoorbeeld 5 kilometer weg op een of ander industrieterrein zou gaan bouwen. Ik zou het daar wel heel moeilijk mee hebben. Ja, ik ben fan in de NFL van de Pittsburgh Steelers. Ook gewoon successupporter, die hebben de eerste Super Bowl gewonnen die ik gezien heb. En veel meer moet je daar niet achter zoeken. En in de baseball, wat ik dan heel hard volg, ik heb het iets minder met de NBA. Ook al heb ik wel zelf ooit gebasket. Daar ben ik van de Philadelphia Phillies. En toen wij aan de Oostkust waren, zijn we daar naar gaan kijken. En daar heb je dan een heel groot industrieterrein, dat is een goeie woord, met 1 mega parking in het midden. Zo'n beetje de grootte van pakweg 20 nekkerhallen naast elkaar. En dan heb je aan één zijde, pakweg de noordkant, ik weet nu niet, hè, pak me niet op mijn woorden, daar staat dan het baseballstadion, aan de oostkant staat dan het basketbalstadion en aan de westkant staat dan het American Footballstadion. En die spelen nooit tegelijk, waardoor die parking dus dienst kan doen voor alles. Maar dat heeft echt geen sfeer, hè. Er is geen café in de omtrek of niks. Dat is echt super maf om daar naartoe te gaan. Ja, baseball vind ik is ook toch wel een beetje vergelijkbaar met voetbal, omdat ik vind, je moet geen extreme topatleet zijn om daarin uit te blinken. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat heeft een soort van, ja,
herkenbaarheid en affectie voor die gasten. Je kunt... Ja, dat is een soort van cafésportcultuur, maar wel op een hoog niveau. En ik vind dat wel tof. Ja, je zegt dat nu, maar wij zijn er hier van verschoten in de Container Cup. Wel een heel goed format, vind ik. Dat die voetballers het zo slecht doen. Want wij hadden dat niet gedacht dat voetballers het slechter zouden doen dan coureurs, bijvoorbeeld. Ja, maar die kunnen niks specifiek, hè. Maar voetbal is een spel, hè. En... fietsen bijvoorbeeld is een sport en dat is wel een groot verschil. Zijn je ergens hoopvol over? Waar ben ik hoopvol over? Ja, dat is in deze tijd denk ik toch dat we uit aan de coronacrisis als maatschappij eindelijk wat lessen gaan trekken. Heb je ook lessen die je uit zo'n coronatijd voor jezelf trekt? Ja, dat ik heel goed moet opletten dat ik niet te veel alleen bezig ben met het proberen of willen uitbouwen van mijn zaak en alles wat daar rondhangt. En dat allemaal wel heel leuk is, maar dat je toch moet oppassen dat je daar je niet te veel in verliest. Maar dat is iets wat heel veel mensen nu zullen zeggen, zeker. Hè, dat je tijd moet maken voor wat echt belangrijk is. En dat is familie. En dat klinkt cliché, maar het is echt wel waar. En als maatschappij vind ik dat we heel hard moeten opletten dat we heel veel mensen aan het vergeten zijn. Zoals? Ik zag net weer een heel sterk stuk op het journaal van een jong gastje die nu terug naar school moet, maar die een enorme achterstand heeft opgelopen in die coronacrisis, gewoon door de leefomstandigheden waarin dat zo'n jongen groot wordt. In een klein appartement met heel veel broers en zussen, zonder laptop. Elke dag niet weten of dat er 's avonds eten zal zijn. Allee, dat komt heel hard binnen, vind ik altijd. En dan denk ik, als maatschappij, hoe kan het dat wij zoveel welvaart hebben, daar niet van kunnen profiteren, zelfs geen normaal leven kunnen leiden? Dat klopt niet. Snap ik niet, dat zal ik ook nooit begrijpen. Ja, het gaat over het verhaal van Dylan, 13 jaar. Ja, het was op basis van een enquête van Uit de Marge, een armoedeorganisatie. En ze hebben dan een concrete case die ze kennen, hebben ze dan aan de media aangeboden. En Dylan zei, onder andere in het radiostuk, ik heb het tv-stuk niet gezien, maar in het radiostuk zei hij onder andere, op de vraag van wat zou u kunnen helpen, dan zei hij van het eten is bijna op, dus een beetje geld zou wel welkom zijn. Ja, en als een 13-jarige dat zegt, dat is natuurlijk, dat komt binnen. Hè. Maar dat is keer op keer dat we dat meemaken als maatschappij, want keer op keer moeten we zo'n trieste gevallen opvoeren eigenlijk, om dan weer voor heel eventjes ons heel slecht daarover te voelen. En eigenlijk zou dat constructiever moeten kunnen. Eigenlijk zouden we daar meer permanent mee moeten bezig zijn, waardoor dat op termijn hopelijk zal uitvlakken, zo van die moeilijke omstandigheden. Maar dat lukt ons niet als maatschappij. Dat is heel raar. Ik had een paar afleveringen geleden, had ik Jessica Soors hier te gast. Die zit sinds kort in het parlement, in het federaal parlement voor Groen. Ze komt uit Vlaams Brabant. En zij botste ook op die systemen. En daarom is ze eigenlijk ooit ingegaan op het aanbod om op een lijst te staan, om mee aan het systeem te wringen. En wat in het gesprek ook naar boven kwam, was dat ze zei dat mensen niet echt zelf gehoord worden in het parlement. Dat er eigenlijk altijd namens mensen wordt nagedacht door partijen. En dat die vertaling dan in een uiteindelijk plan of zo wordt voorgesteld. Maar dat dingen bijvoorbeeld via hoorzittingen of zo ook wel zou kunnen. En daarom ben ik wel blij, bijvoorbeeld in de sector waarin ik werk, dat is zo het kruispunt tussen onderwijs en jeugdwerk, dat er nu binnenkort in het Vlaams parlement, in de commissie jeugd, worden ook gewoon jeugdorganisaties uitgenodigd. En dat zijn dan jongeren zelf die mee het gesprek gaan aangaan over zomerkampen, zomerscholen, al die dingen, hoe ziet onze vakantie eruit. En daar zitten dan ook organisaties bij, zoals een Uit de Marge en gelijkaardige organisaties. Zoals Samen tegen onbetaalde schoolfacturen en zo. Dat zijn allemaal organisaties die bestaan. Maar die moeten opboksen tegen andere nieuwsfeiten.
En ik merk dat bijvoorbeeld, ik ben communicatiemedewerker bij ons, hoe moeilijk dat je met zo'n dingen in de media geraakt als je niet iemand kunt overtuigen van zijn of haar schrijnend verhaal te brengen in het nieuws. En bij pubers is dat iets waarvan dat ik mij dan ook zelf afvraag van, is het dan wel gepermitteerd om dat te vragen? Want ja, wie weet beklagen die zich dat ook wel. Dat maakt het soms ook gewoon heel moeilijk om de kat de bel aan te binden. Terwijl dat als je op een niveau hoger kunt mee aan tafel gaan zitten, dat zou al heel veel schelen, denk ik. Dat het niet in uw plaats gedacht wordt. Ja, eigenlijk zou het niet moeten dat je daar zo fel moet achterzitten. Hè? Dat je zo hard afhankelijk bent van media om bepaalde verhalen naar voren te brengen. Eigenlijk zou dat niet mogen. Eigenlijk zou dat doodnormaal zijn dat we in de maatschappij daar veel meer aandacht voor hebben. En het is niet gemakkelijk. Hè? Er is heel veel en de politiek moet heel veel oplossen. Dat snap ik. Ik heb er alle begrip voor. Maar dan moet je toch ergens een prioriteitenlijst maken of zo. En dan zeggen, oké, we doen puntje voor puntje. En wat doen we nu eerst? Ja, mij lijkt dat als je het voorbeeld van het Vlaamse parlement nu met die commissie jeugd hebt, mij lijkt dat wel dat elke partij heeft zijn of haar, en elk parlementslid heeft zijn of haar netwerk. En op een bepaald moment heb je dan een maatschappelijke uitdaging die voor ligt. En in plaats van dan zelf een oplossing te willen bedenken, zou je misschien beter eerst een stap kunnen terugzetten en nadenken met wie gaan we nu die oplossing samen maken. En dan vanuit elk parlementslid dat in die commissie zit en elke partij dan die daarachter zit, die oefening gemaakt wordt van oké, wie gaan we hier nu uitnodigen en met wie gaan we het gesprek aangaan. En dat je ook gewoon kunt openstellen voor oplossingen van het middenveld, van experts, van iedereen die dan uitgenodigd wordt. En dat je dan pas de stap zet naar oké, nu gaan we met een oplossing proberen komen in plaats van het profileren met je eigen oplossing voor het eigen uitgevonden probleem. Dat is een eindig verhaal, denk ik. En als dat ook nog kan binnen een bepaalde snelheid, dan zou dat goed zijn. In een aantal gevallen zal dat zeker met snelheid gepaard moeten gaan. Maar ik denk ook wel dat er heel veel uitdagingen op tafel liggen waar snelheid niet het grootste issue is. Waar nu ook gewoon nooit naar gekeken wordt. En dat zelfs traag vooruitgang zou zijn ten opzichte van we doen het gewoon niet. Dat klinkt ook wel cynisch, maar het is wel waar. Ik weet niet of dat cynisch is. Waarom vind je dat cynisch? Dat een extreem trage vooruitgang beter is dan geen vooruitgang. Nou, ik weet niet. Dat is toch een beetje de visie achter de KVE, toch ook? Dat is waar. Ik denk dat dat in alle organisaties is en dat dat in de politiek dus ook is. En dat is wel een frustratie die we als mens hebben, dat we daar niet meer... Het kan nooit rap genoeg gaan. Ja. Je zou dat... Zo'n gast, Dylan was het zeker... Je zou dat nu meteen willen oplossen. Je hebt dat nu gezien en je wilt dat nu oplossen. En zo werkt de wereld niet en dat is jammer. Ja, ik denk ook dat een deel van het probleem ook is. Dat je hebt één Katje Lee en je hebt één Dylan. En je hebt één KVO Stemmen die failliet aan het gaan is. En je hebt één Moes Kroen waar iets scheelt. En je hebt één stuk uit een proper handendossier. En laten we dat dan allemaal maar belichten en proberen oplossen. En dat is voor mij, is dat de Belgische ziekte, niet heel het kluwen dat we hebben, maar zo, er zit een gat ergens in, dus we pakken wat duct tape en we plakken het dicht en klaar. En voordat je het weet, heb je alleen nog duct tape en geen batten meer. Dat vind ik het grote probleem. Ik zou dat niet erg vinden als je nu 2-3 maanden pakt dat je misschien een snelle injectie geeft aan die mensen tot daar aan toe, maar dat je ook de tijd neemt om op 2, 3, 4, 5, misschien langer maanden na te denken hoe kunnen we die mensen ook gewoon structureel ondersteunen. Hè? Die hebben nu geld nodig om eten te kopen. Bon, laten we dat doen. Maar laten we dan ook gewoon even nadenken en zorgen dat, mocht deze nog ooit gebeuren of nog lang duren, dat die mensen ook gewoon een structurele oplossing hebben en dat je niet elke maand een Dylan moet opvoeren om geld uit de brand te slepen. Dat vind ik het grote probleem. Dat is waar, dat zou mooi zijn. Maar bon, we waren over hoop bezig. Hè? Je waart over je huis bezig en dat je iets minder met je werk ging bezig zijn. Nee, maar het ding is, dat is waar, maar je kunt dat niet, want je hebt alles nodig om het juiste leven te willen leiden of ergens een soort van goed ritme te vinden en een goed leven te leiden. Heb je alles nodig, dus je moet ook uit je werk heel veel plezier halen en dan moet je er ook wel
bewust mee bezig zijn. Maar ik denk dat het soms bij mij aankomt op de tijd efficiënter te benutten. Heb je daar een voorbeeld van? Van iets wat je efficiënter bent beginnen doen? Nee, daar ben ik nu vol een bak mee bezig. Eigenlijk de laatste weken van oké, hoe ga ik dat beter aanpakken in de toekomst? Wat zijn simpele dingen die ik in mijn leven kan invoeren? En ik ben nu met lijstjes bezig bijvoorbeeld, dat deed ik hiervoor niet. Ik ben met mijn structuur begonnen op mijn pc voor nieuwe ideeën, want ik ben nogal een ideeënman en ik slaag er dan in om 100 ideeën neer te schrijven, maar geen één echt te brengen waar ik het wil brengen. Dus dat is ook zinloos, hè? Maar en zoals Luc de Wulf dat pleegt te zeggen, een ideeënfontein en nieuwzuchtig ook? Ja, dat is ook wel waar. Ik heb om de zoveel tijd iets nieuw nodig, waardoor dat ik al hetgene waar ik dan misschien mee bezig was, wel laat liggen. Ja, dat is bij mij wel heel herkenbaar. Mijn job bestaat er eigenlijk uit van een strategie uit te bouwen en die dan elke dag in uitvoering te brengen. En 2 maanden later denk ik, maar een nieuwe strategie zou toch lekker zijn, hè? Laten we iets gewoon helemaal anders doen. En voordat je het weet, heb je eigenlijk op het einde van het jaar een cirkeltje gedaan en is er niet veel veranderd, maar je hebt je toch geamuseerd. En dat de zaak moet vooruit gaan. Dus soms denk ik, oké, Evert, stop gewoon met te veel te schieten en pak gewoon 2, 3 heel goede dingen. En dan gaan de mensen dat wel willen en dan gaan ze daar budget voor vinden en dan gaat de zaak ook veel beter draaien, waardoor je uiteindelijk meer dingen gaat kunnen realiseren. En zijt je ergens voor die lijstjes of zo opgestoten op Getting Things Done of zo? Of hoe zijt je daarbij gekomen? Nee, ik heb dat zelf eigenlijk helemaal opgestart. Maar het kan nog beter, hè, maar het is al een begin. Getting Things Done van David Allen kan ik heel hard aanraden. Dat is een boek. En dan moet je bovenaan je takenlijstje moet je dan zetten, boek lezen. Ja. Want ja, anders haalt dat natuurlijk niet veel uit. Lezen, maar daar ga ik niet ver mee komen. Nee, dat is echt wel... En dat zou dan beter zijn voor de zaak. En dan krijg ik wat meer rust privé. En dan kan ik die tijd dat ik privé heb, minder met werk bezig zijn. Zijt je iemand die een heel groot stuk van zijn identiteit uit uw werk haalt? Ja, ik denk op dit moment belachelijk veel. Want daarnaast heb je niet per se nog veel hobby's of engagementen dat je opneemt. Ja, maar dat heeft er allemaal wat mee te maken. Ik zit in de raad van bestuur van het Maliwa supportersorgaan, onder andere. Ik heb dan die podcast. Ik probeer nu te fietsen. Ik heb mijn vriendin. Ik heb 2 petekinderen. Maar ja, dat zijn niet echt... Dus je hebt toch wel wat daarnaast ook nog. Ja, maar toch ben ik in mijn hoofd 90% van de tijd bezig met hoe kan ik Declad Binnen vooruit helpen. Ziet je dat ook als de grootste uitdaging die je de komende tijd tegemoet gaat? Ja, zakelijk sowieso. Privé zijn er natuurlijk belangrijkere uitdagingen. Maar uiteindelijk zullen die 2 moeten samengaan. Dus ik heb gewoon een goede zaak nodig om privé ook stappen vooruit te kunnen zetten. Dus ik denk dat wel. En zeker ja, de coronacrisis maakt het financieel heel moeilijk. Dus de mediasector is... overbevraagd. Hè. Dus er zijn veel te veel productiehuizen in Vlaanderen. Dus ofwel komt daar een consolidatiegolf ofwel komt daar een faillissementsgolf. En dan is de vraag, zijn er daarbij of niet? Hè. En dat is omdat er nu minder vraag is? Dus je kent, ja, in de mediawereld iedereen kent, om iedereen is er elke dag mee bezig. Je hebt in Vlaanderen toch een krimpende markt, hè, omdat heel veel advertenties zijn weggevallen en die budgetten zijn al jaren aan het dalen. Je hebt de VRT die moet inbinden, hè, de Vlaamse regering die altijd maar opnieuw wil besparen daarop. En dat is een keuze, dat mag. Oké, dus VRT moet besparen. Advertentiemarkt krimpt bij de commerciële zenders. En dan heb je die nieuwe markt, de Netflix-markt. Maar dat is gewoon bijna onmogelijk voor productiehuizen zoals ik om daar binnen te geraken. Dus dat is... Ja, dat zorgt ervoor dat wij alleen maar aan de krimpende kant van de markt zitten. En doen jullie ook nog andere dingen buiten zo tv-producties? Of zijn jullie daar van plan? Ja, maar ik heb daar in de loop der jaren wel van alles gedaan. We hebben voor Golazzo reclamespots gemaakt. We hebben voor KV Mechelen een campagne gemaakt. Maar we voelen als we op te veel van... Want dat zijn eigenlijk allemaal verschillende beleidsdomeinen binnen media en binnen content. Als je iets heel goed wilt doen, moet je daar toch op focussen. Want ja, dat voel ik heel hard.
En dan is bij ons toch nog altijd mikken op premium, high quality content. En dan moet je toch nog altijd bij de tv zijn of bij de Netflixen van deze wereld. Als ik zo kijk, het is maar een open vraag, hè, omdat ik er zelf niet echt heel veel van ken. Dus vandaar de vraag, maar spreek mij gerust tegen. Je hebt bijvoorbeeld van Education First, de wielerploeg, heb je op YouTube met Rafa een documentaire serie die goed ineen zit. Je had vorig jaar ook van de Wolfpack van de Koning Quickstep had je eigen content die ze brachten, met dan natuurlijk veel verwijzingen naar de hoofdsponsors van die ploegen. Of je hebt wat Club Brugge bijvoorbeeld doet na elke speeldag, zo van die aftermovies, of hoe moet ik het noemen. Is dat iets waar een markt voor is binnen de sportwereld? Zo die content naar uzelf trekken? Want als ik dat bijvoorbeeld naar een heel andere wereld, maar de social profit waar ik dan in werk, waar niet echt de grote bedragen in rondgaan, maar daar merk ik dat ook meer en meer, dat zo het terug eigen content maken, waar dat het ledenblad vroeger bestond en de laatste 15 jaar massaal is afgevoerd en terecht, dat nu zo toch wel terug serieus begint op te komen met podcasts, video's, vlogs, al die dingen. Is dat iets waar markt in zit, of is dat echt iets helemaal anders? Hè? Om maar bijvoorbeeld het voorbeeld van de Movistar documentaire nog te geven. Ja, dat is het soms tweeledige. Van de content is king, dus er is nog nooit zoveel video gemaakt als nu. En toch is het heel moeilijk om bij de juiste spelers de juiste budgetten rond te krijgen. Ik zou heel graag, zoals Rafa en Education First, ik heb dat allemaal gevolgd. Ik blijf ook al die initiatieven volgen, dat is fantastisch. Maar dat is natuurlijk een heel internationaal verhaal. En daar hebben wij als Vlaams productiehuis op dit moment geen enkele voet tussen de deur. Dus ik zou dat heel graag willen, maar dat is iets wat dat nu niet binnen ons handbereik ligt. Club Brugge, die investeren enorm in social media. Club Brugge Media House is een heel mooi begin van Bob Madou en Kirsten Willem, die daar veel mee bezig zijn. Maar die doen heel veel intern. Die doen quasi alles intern. Dus dat is niet zo gemakkelijk als productiehuis om daar bij de juiste premium content dan voor online uw voet tussen de deur te krijgen, om de juiste contracten binnen te slepen. En zeker wij als Dekblad Binnen, wij moeten opboksen tegen de woestijnvissen en de mensen van deze wereld, die daar natuurlijk ook naar die grote budgetten aan het kijken zijn online. Dus het is logisch dat die productiehuizen in zo'n battle misschien eerst worden opgebeld door een Club Brugge of door een Rafa of door welk bedrijf dan ook dat een chique contentreeks wilt. Die gaan niet naar Dekblad Binnen bellen op dit moment. Dat is iets waar wij werk van moeten maken. Die moeten wel naar ons bellen. Want als je bijvoorbeeld... ik heb nu al enige tijd geen Netflix meer, maar daar stond ook een documentaire over Sunderland bijvoorbeeld op. Ja, fantastisch. Dat zijn natuurlijk ook dingen die met rechten te maken hebben. Maar zo een volksclub wint Europa Cup, dat hoort toch in dat rijtje thuis? Ja, Sunderland Till I Die is een prachtige reeks. Waarom hebben ze die wel kunnen maken? Omdat er natuurlijk vanuit een Britse Premier League club vertrok. En ja, dat is Netflix op dit moment, als wij komen met een idee van wij kunnen hier in Vlaanderen of België fantastische ideeën bedenken, maar op dit moment is dat voor hun, die scope is nog niet internationaal genoeg. Dus je moet echt iets vinden dat toch ook een beetje internationale feeling heeft. En dan gaan ze misschien overstag. Dus dat is wel iets waar ik vol een bak mee bezig ben. Bij die ideeën van oké, maar Evert, wacht, is dit misschien niet te veel gericht op de Vlaamse kijker of te klein, te niche? Ja, want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het seizoen van de kleedkamer, is het nu afgelopen of komen er nog? Nee, het is afgelopen zeker. Over de Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk onze markt, want dat zijn onze Fredje de Burggraves die daar dan zitten. Maar zo de verhalen uit de koers bijvoorbeeld van vorig seizoen, dat lijkt me zoiets waar op een bepaalde manier via een of ander platform wel ergens in misschien dan een andere vorm natuurlijk toch wel iets mee te doen valt. Maar misschien is dat inderdaad ook wel dat het verhaal van de koers is misschien
toch lokaler dan dat ik in mijn hoofd heb. Want ik snap wel wat je zegt van ja, Sunderland, dat is dan een Premier League gegeven. En dat spreekt natuurlijk veel meer mensen in de wereld aan. Ik denk dat koers wel iets is waar je vanuit België de internationale scope hebt. Omdat wij nu eenmaal het koersland van de wereld zijn. Dat is het geluk. Dus in de koers moet dat wel mogelijk zijn. Het is alleen daar met het juiste idee komen. Dat zou fijn zijn. Dus als je een paar hebt, zie je. Kijk, als jij morgen kunt zeggen van ik ga Remco Evenepoel gedurende 3-4 jaar volgen en je hebt daar exclusiviteit mee afgesproken en die gast ziet dat helemaal zitten en Patrick Lefevre ziet dat zitten, ja, dan gaat Netflix dat zeker willen. Maar je moet zo ver geraken natuurlijk. Dat is niet zo gemakkelijk. Heb jij weet van initiatieven, al dan niet vanuit ploegen of organisators, uit en niet per se vanuit jullie of jullie concurrenten of conculega's, van in beeld te brengen wat er nu met corona gebeurt met die met atleten, zoals een Nafi Thiam, die eigenlijk nu richting haar piek aan het werken zou moeten zijn, maar nu ook gewoon waarschijnlijk heel de dagen in haar pyjama Netflix aan het zien is? Nee, ik, rond corona niet specifiek. Je hebt Erik Koens, die deze zomer op VTM een programma gaat hebben rond de bekende mensen en hoe wat die gaan doen deze zomer. En daar gaan ook veel sporters in zitten, vermoed ik. Dus dat, en dan voor de rest heb je de persoonlijke documentaires die gemaakt worden rond de familie Sven Nys. Dat gaat gewoon verder, dus daar zal ook corona in zitten. Wij waren bezig met een documentaire over Anne Wouters, dus daar zal ook wel een stuk in zitten. Dus dat is wel heel individueel op sporter. Remco Evenepoel heeft een deal met HLN, denk ik, met Laatste Nieuws. Af en toe exclusieve content inkomt, om de zoveel, ik denk elke maand of zo. Dus daar zal het ook wel over gaan, maar niet zo één omvattend programma. Nog een laatste vraag. Is er een kans dat je met bepaalde niches toch mensen zou kunnen aanspreken? Of moet het echt groter gaan? De dingen die bijvoorbeeld super populair zijn binnen bepaalde niches van het wielrennen dan bijvoorbeeld, is zo dat die gravel rides, om maar iets te noemen, en de GB Duros en de Dirty Kansas en zo van deze wereld. Daar heb je er hier natuurlijk ook wel wat van, om dan bijvoorbeeld het veldrijden maar te noemen. Is dat iets waar een markt in zit? Of is dat net doordat dat niches zijn, iets wat eigenlijk gewoon op een YouTube zou moeten leven? Oh, wel, maar ik kijk heel veel naar echt knappe vloggers op YouTube die daarover vloggen. Over die wedstrijden die je daarnet allemaal opnoemt, over dat gravel ride circuit, over kleine niches die wel internationaal publiek aantrekken. Dus het moet wel kunnen. Alleen moet ik vanuit Vlaanderen nog de mensen vinden die ons dat willen toevertrouwen. Dus het moet wel kunnen. Als je zoiets als de Dirty Kansas en zo, daar zijn mooie documentaires van te zien die dan op YouTube honderden duizenden views halen. Dus daar is wel een publiek voor. Want die, ik ben zijn naam nu kwijt, maar die gast die mij Oliver Naassen mee heeft gereden en dan daarna zo 1000 kilometer rond Vlaanderen heeft gereden. Alleen dat daar niemand mee meegereden is met die 1000 kilometer, dat kun je eigenlijk niemand vergeven. Hè. Dat is zo goede content. Ja, en dat is ook een niche publiek dat wel heel trouw is. Dus de koers of voetbal of wat dan ook, dat zijn dan wel mensen die dat wel willen zien. En in koers is dat extreem. Iedereen is fan van de koers. Dus die kijken dan ook allemaal. Dus ik denk, als je als zender of als contentaanbieder kun je daar weinig fouten mee maken. Dus ik ga niet te veel bedrijfsgeheimen verklappen, maar daar zou ik wel heel graag in verder gaan en daar zijn ook wel ideeën voor. Ik had u gezegd dat er 4 vragen waren, hè? Ja. Er zijn er eigenlijk 5, Evert. De laatste vraag is, wat vond je ervan? Ik vond het plezant. Ik denk dat we makkelijk nog een uur verder kunnen. Ja, maar dat mag niet volgens het concept. Je komt toch altijd tot iets andere inzichten. En ook met iemand die niet uit de sector komt, dat is ook altijd wel leuk. Ja, want je hebt zo een paar keer gezegd van, dat weten nu toch, hè, het medialandschap. Terwijl, je kijkt daarin, maar voor de rest, je weet daar niet veel van, ze. Nee, en dat is wel verfrissend, want ik denk ook dat wij soms te weinig kijken naar de andere kant. Namelijk, wat wil de kijker? Wat wil iemand
die fan is van wat voetbal, van wat koers, gelijk u, wat zou jij graag op tv of op uw Netflix willen? En ik denk dat we soms te weinig de reflex hebben om dan een keer goed te vragen bij jullie. Ah, wel ja, maar nu dat ik weet dat jullie hier tegenover zitten, mijn deur vol met koffie, je gaat het u nog beklagen, Evert.